we've allowed the cancer of relativism to infect us, so we think there are no shared universal values, and there is no freedom without those shared universals. Vrijheid is iets wat je niet kan waarderen wanneer je het helemaal hebt. Je moet het een tijdje niet hebben en dan pas begrijp je wat je mist. Reverse the question: can art destroy the world? And I think it can. You can choose either to be abused or not. We hacked into the audience, and then all of a sudden 300 phones would ring, you know? Dames en heren, goedemiddag allemaal. Goed dat u er bent in zulke grote getalen. En hartelijk welkom bij de, gaat uw gang, voor u, bij de vierde aflevering van Operatie Interview. Een moment waar we best lang naar uitgekeken hebben. Het wonderlijke is dat onze bijzondere gast van vandaag al eigenlijk ja tegen dit programma zei toen het nog slechts op papier bestond. Toen zullen ze misschien wel wat onrustig zijn geworden toen ze de afleveringen zagen die er daarna zijn verschenen. Maar desalniettemin werd er geen nee gezegd, maar werd de ja bevestigd. Dames en heren, de vraag voor vanmiddag is even voordat we beginnen is: wie is hier voor de eerste keer en heeft nog niet eerder Operatie Interview meegemaakt? Kijk eens aan, zo'n zaal. Goedemiddag, kom binnen. Goed dat u er bent. Hier vooraan is nog een plekje. Kijk aan. Daar is geen plekje, u moet naar de derde rij. Sorry. Er moet iemand anders zitten, sorry. Dames en heren, het valt niet mee. Waarom valt het niet mee? Omdat we heel lang in spanning hebben gezeten om u namelijk te kunnen vertellen wat we u nu eindelijk kunnen gaan laten zien. Men nemen... Het recept. Eén bijzondere spraakmakende gast die op drie verschillende manieren geïnterviewd wordt. Door drie mensen waar ze van tevoren niet van weten door wie en ook niet waarover. Nou, ga er maar aan staan. Zoek daar maar de spraakmakende gasten. Die hebben we gevonden tot nu toe. En zeker ook op een dag als vandaag. Maar het is ook spannend voor drie mensen die hier nu ergens in dit gebouw zitten. Die zo direct hier de kunst van het interviewen met u gaan delen. Zij gaan zo direct op deze bank aan mij en vooral aan u vertellen... hoe zij onze centrale gast vandaag willen gaan interviewen. Wanneer is een interview succesvol verlopen? Wat wil je eruit halen? Welke strategie hoort daarbij? Ze gaan het allemaal op deze bank aan u vertellen. Ik vertel u nog even dat u direct op deze muur en op die... kunt u niet alleen zien dat de hashtag is Operatie Interview... maar ook kunt u zo direct de teller zien teruglopen van 10 minuten naar 0. En het format is meedogenloos. Als de teller op 0 staat, is het interview klaar. Tot zover de introductie van het programma. Hoog tijd om de echte centrale gast aan u voor te stellen. Dames en heren, ze werd geboren in Helmond. Groeide daar ook op in een gezin van vijf, waar ze de vierde, oftewel de ene jongste was. Dochter van een wiskundeleraar, direct na haar studie aan de Universiteit van Eindhoven, oftewel scheikundige technologie, ik moet het goed zeggen. Ging zij direct werken bij Shell. Daar vond ze ook haar grote liefde, haar man. Zij ging via Maleisië, Australië terug naar Nederland en is in de Volkskrant van december uitgeroepen tot de meest invloedrijke vrouw van Nederland. Dames en heren, de president-directeur van Shell Nederland, oftewel Marjan van Loon. Welkom. Dankjewel, Martijn. Ik ga je meenemen naar die stoel. Wil je me hier hebben? Ga daar zitten. Kan ik wat... We gaan uwen, hebben we afgesproken. Dat houdt ook een beetje afstand, dat is ook wel zo makkelijk. Ik ga een glaasje water voor u inschenken. Dankjewel. Zenuwachtig? Nou, ik ben heel erg benieuwd, maar natuurlijk ook wel een klein beetje is benieuwd spannend, een ander woord voor... spannend wat er gaat komen. Ja. Ja. Is benieuwd een ander woord voor doodzenuwachtig? Nee, dat denk ik niet. Of althans, ik hoop niet dat ik dat straks daar ga meemaken. Nee, ik vind het leuk, maar ik vind het ook wel spannend. Media is voor mij een stukje nieuw in de baan. Ja. Dus een klein risicootje, maar we gaan ervoor. Maar het opmerken is wel dat er ook een aantal mensen waren die wij spraken in de aanloop naar vandaag. Die zeiden, ze is eigenlijk nu al meer in het nieuws geweest. En ze heeft laten ondervragen door journalisten dan haar voorganger in zijn hele carrière. Oftewel Dick Benschop. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoeveel Dick in het nieuws is geweest. Ik denk wel dat er veel dingen zijn gezegd die mensen verrassend vonden. Dus dat mensen wel zeiden van, hé, dit is leuk. Of wat heb je daarover te vertellen? Mensen waren daar nieuwsgierig naar. Dat vond ik zelf ook wel heel erg leuk, ja. Wanneer is een interview voor u eigenlijk geslaagd?
Nou, ik ga natuurlijk meestal een interview aan als ik iets namens het werk wil vertellen. Dus als ik zeg van, goh, hier zou ik heel graag over willen praten. Dus het is geslaagd als dat ook goed overkomt. En ik vind het ook heel erg leuk als je een interview hebt wat een gesprek is, waar een stuk nieuwsgierigheid uit blijkt, waarbij je wat meer informatie te weten komt. En dat je dus ook echt een journalist tegen je over hebt die oprecht geïnteresseerd is. Ja. Opvallend bij u is, als u interviews zit te lezen, is dat er bij u veel vaker, en misschien wat meer dan ook bij mannen, wordt gevraagd naar uw privéleven. Ja, dus dat is toch in Nederland nog steeds heel interessant als ze een vrouw interviewen. Ja, ja. Nou, maar u bent natuurlijk ook de eerste president-directeur van Shell die vrouw is op deze functie, toch? Ja, dat klopt. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel... Niet schrikken, dat is geen journalist, het is gewoon iemand die wat laat binnenkomt. Nee, dat klopt. Ik ben natuurlijk de eerste vrouw op deze functie. Dat is ook heel leuk. Het is ook mooi om dat te mogen doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel vrouwen in topfuncties. En zelf, ik snap die vragen wel. Hè, want mensen zijn geïnteresseerd van hoe kan dat? En ik vind dat ook leuk als dat nieuwsgierigheid is. Ik hoop dat we op een gegeven moment komen... op een tijdstip dat ze die vragen over gezin en interesses ook aan mannen stellen. Want ja, we doen het met elkaar. De maatschappij is veranderd. Iedereen is een mens. Dus het zou mooi zijn als dat langzaam gaat veranderen. Normaal gesproken vraag ik hier ook altijd... bent u nog bang voor iemand dat die door de deur komt? Maar bij u wil ik het eigenlijk omdraaien. Zou er iemand door deze deur kunnen komen, een van de drie journalisten, van die zegt, oh, dat zou ik echt leuk vinden, zeg. Ja, ik hoop een beetje, maar dat zal wel ijdele hoop zijn dat je Umberto Tan of zo meemaakt. Ja? Ja. Maar dat is een beetje zelf je ja. Agenda. Ja. Nou, ik merk al aan het gelach dat het niet gaat gebeuren. Dat weet je niet. Dat bent u aan het interpreteren. Zou ik niet doen. Het gaat ook, een programma als dit gaat ook over de kunst van het interview. En de kunst van het interview is soms ook verschillende manieren proberen. Het is ook de kunst van het verleiden. Zegt u wel eens in interviews dingen van u achteraf zeggen, hè, me toch laten verleiden, had ik niet moeten doen? Nou, interviewen en het gesprek aangaan met een journalist is, dat ben ik wel achtergekomen, een apart vak. Het is wel topsport. Dus je moet daar goed voorbereiden. Je moet kijken van hoe kan ik nou die boodschap brengen. Ja, het is voor mij nieuw, dus ik leer. Dus ik zal vast onhandige uitspraken doen. Misschien vandaag ook wel. Het gaat nog niet allemaal vlekkeloos. Nee, maar op zich, ik geloof niet dat er al echt grote dingen zijn gebeurd waarvan ik denk, dat was echt heel dom. De bedoeling is dat we wel enig effect vandaag op de beursnotering hebben van maandag. Dus houdt omhoog, u dat vast? Omhoog. Ja. Zeker. Als je nou... kijk, aan de andere kant, als ik uw interviews lees, u maakt niet de indruk dat u soms heel vaak dingen zegt die je helemaal niet had moeten zeggen. Heeft u wel eens echt een uitglijder gemaakt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk het enige is dat ik me bewuster ben geworden dat je een manier van praten hebt onder mensen die jou goed kennen, die wat amicaler is. Ik hou van grapjes en je moet gewoon opletten, want als iemand dat leest in een andere context kan dat wel eens anders overkomen. Dus ik moet zorgen dat ik goed oplet, dat ik dat toch allemaal netjes zeg en dat het niet verkeerd geïnterpreteerd maar kan worden. Maar u noemt het zelf topsport. Ja. En u gaat schrijven topsportbedrijven in een wedstrijd waarvan u van tevoren niet weet hoe die gespeeld gaat worden. Ja, leuk hè? Dat lijkt me voor de invloedrijkste vrouw van Nederland die waarschijnlijk iets van regie wil hebben, buitengewoon irritant. Nou, het is een nieuw concept. Ik bedoel, daarom zit ik ook hier. Toen wij van het concept hoorden, zeiden jouw collega's en mijn collega's zeiden van dit is leuk. Dus daar ben ik gewoon ook wel heel nieuwsgierig naar. Dus ik weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. Wat ik zelf wel meebreng is hoe ik erin sta. Dus als ik mijn best doe als aankomend topsporter om mijn verhaal te kunnen vertellen, dat is wel iets. Ja, dat is mijn eigen en dat verandert ook niet. Ik zal er ook veel van leren, hoop ik. Ik hoop dat we allemaal een leerzame en een leuke middag hebben. Dat brugje laat ik me niet opnemen. Hoog tijd om te gaan naar de operatiekamer. Daar zit iets minder gezellig, iets klinischer dan hier. Ik ga ervoor vragen. Gaat u hier zitten? Ja. Deze. Dan krijgt u een koptelefoon van mij. Ik heb begrepen dat u op feesten partijen wel eens spontaan de saxofoon, dan wel de accordeon tevoorschijn haalt. Ja. Daar hebben we helaas geen opname van kunnen vinden. Daar ben ik heel blij om. Nou, dat weet ik niet. Nou moet ik u namelijk vertellen wat we wel gevonden hebben. Namelijk een van uw favoriete nummers. En wij waren een tikje gechoqueerd toen wij het volgende hoorden. All by
herkent het? Bridget Jones. Ja. Wij kregen door dat dat een van uw favoriete nummers was. Ja, ik vind het een hele leuke film. Ik heb het onlangs in de kerstvakantie weer met mijn dochter Bridget Jones 1, 2 en 3 zitten kijken. En ik vind de muziekkeuze daar ontzettend passend en leuk. Ja. Ja. Ik hoop dat u er echt van geniet, want er staat maal 5 op de repeat. Dus zet u hem op. Ik ga mij naar die andere kant begeven, want daar ga ik de drie journalisten ontvangen. Ja, dank u wel. Marjan van Loon, dames en heren. Oh, wat hebben we hier lang naar uitgekeken, dames en heren. Dat weten we natuurlijk al een paar weken. En nu kan ik ze eindelijk aan u gaan voorstellen. Moet ik wel het goede briefje erbij pakken. Ja, dames en heren. De eerste. Zij maakte jarenlang programma's voor RTL Z. Heeft menig bestuursvoorzitter op heftige wijze aan de tand gevoeld. Maakt nu voor WNL een programma Stand van het Land. Zat vanochtend bij Rick Niemann op de bank op Nederland 2. En vanavond is vanmiddag is ze bij ons. Dames en heren, Hella Huuk. Dank je. Ga zitten. De volgende gast. Niet onbelangrijk is dat hij tot vorig jaar was hij hoogleraar journalistiek aan de Universiteit van Groningen. Schreef het boek De Prooi over ABN AMRO, het drama Ahold. Dames en heren, hij maakt trouwens, moet niet onbelangrijk, maakte een fantastische serie op televisie over leiderschap in de 21ste eeuw. Groot genoegen, vanochtend zat hij bij Buitenhof, maar nu zit hij bij ons, Jeroen Smit. Hallo, dag. Ja, en de volgende man deed ook zo'n technische studie. Hij deed namelijk technische natuurkunde. Weet alles van kernfysica. Houdt van duurzaamheid. En daar druk ik me heel zachtjes mee uit. Werkte ooit voor Greenpeace. En toen hij wegging bij Greenpeace, zeiden ze, vroegen ze aan hem, waar zou je later willen werken? Toen zei hij, als we ooit echt serieus werk maken van duurzame energie, zou ik wel bij Shell willen werken. Het pakte ietsje anders uit. Tot december vorig jaar. Oftewel, maand geleden zat hij nog in de Kamer. Dames en heren, Diederik Samson. Hé, daar zijn we eigenlijk. We hebben zo al lang naar uitgekeken in dit moment. Ja, goed dat jullie er zijn. En even allereerst, jullie hebben er alle drie nog niet in levende lijf ontmoet. Klopt. Neem van mij aan, ze zitten hier achter. Even, dan bereiden jullie voor op zo'n interview. Dan ga je interviews lezen en mensen bellen en denken. Jeroen, ik begin bij jou. Wat voor een beeld ontstaat er bij jou van deze vrouw? Onmerkelijk, hè? Een hele bijzondere benoeming. Het kwam net al even voorbij, het simpele feit dat ze vrouw is. En dat voor het eerst Shell op deze plek een vrouw neerzet. Dat valt onmiddellijk op. Wat ook opvalt is een soort Brabantse gezelligheid die eromheen hangt. Een soort sympathieke, begrijpende, luisterende, aanwezige. Hè? Je hebt het net al even genoemd. Ze is enorm in de media ook. Ook dat valt op, inderdaad. Haar voorganger heeft er 6-7 jaar gezeten. Wie weet zijn naam nog. Hè, dus het is... Ik heb het idee dat zij daar zit en over een hele dunne lijn moet wandelen. Namelijk de Shell-lijn. Het is een ingenieur. Het is een bedrijf wat in een hele bijzondere positie zit op dit moment. Een draai moet maken, een grote draai moet maken. En in allerlei spanningsvelden daaromheen, dat is razend ingewikkeld. En ik moet zeggen dat ik heb wel sympathie. Sympathie? Ja. Diederik, toch betrokken bij menig windmolentje wat hier in Nederland ergens geparkeerd staat. Ja. Verrast mij dat jij er nog niet live ontmoet had. Nee, ik geloof dat we wel een kennismakingsafspraak ergens hadden staan. Maar ja, die ging door omstandigheden. Ja. Is die aan mijn opvolger. Dus als je kijkt, dan maak ik binnenkort kennis met Marjan van Loon. Ik heb haar wel indirect gevolgd, omdat zij, dat siert haar, zich heel snel heeft opgeworpen om het probleem in Groningen. Wat eigenlijk niet direct door de Shell, maar wel indirect door Shell wordt veroorzaakt, uiteraard via de NAM. Zich daar echt in te storten. Ook letterlijk inderdaad langs te gaan bij mensen die zwaar getroffen zijn door aardbevingen. Die mensen heb ik later ook wel eens gesproken. En die gaven allemaal hetzelfde beeld van een inlevende, invoedende vrouw. Die overigens daar dan geen harde toezeggingen deed. Geen enkele. Dus volgens mij combineert ze de zachte met de keiharde kant op de voor Shell goede manier. Maar ik heb bij Shell wel eens anders meegemaakt. Ja. Dat ze zich als een gek een snorkel en een duikbril kochten voor elk probleem. En dan probeerden ze zo ver mogelijk weg te duiken. Ja. En hier zag je dus het omgekeerde. Dat vond ik mooi. Ik ga eigenlijk het hele rijtje natuurlijk even met jullie af. Maar laat ik dan toch wel even doorgaan met jou, Diederik. Kijk, dat je natuurlijk heel veel goede antwoorden kan geven, dat weten we.
Maar vandaag gaat het ook om de kunst van het vragen stellen. Wat ga je doen? Ja, daar ben ik dus heel slecht in, denk ik. Dus dat wordt een beetje een dramatisch einde. Maar ik ben blij dat ik twee professionals voor me heb. Dus ik ga eens goed luisteren wat daar gebeurt en dan voer ik daarna een mooi gesprek. Ja zeker. Dat krijg ik niet. Ik moet toch wat stelliger. Wat ga je doen en wanneer is het interview voor jou succesvol? Nou, je gaf volgens mij bij de introductie aan dat ik altijd heb gewacht, of nog altijd zit te wachten op het moment dat Shell serieus werk wil maken van duurzame energie. En ik wil die vraag met haar doornemen. Eigenlijk je wil weten of ze een baan voor je hebben? Nee, dan ga ik later wel eens besluiten. Vergeef me dat ik nu even in een situatie, zo'n soort twilight zone zit, waarin ik over die vraag, alle adviseurs zeggen mij dat ik daar helemaal niet over na mag denken. Daar maak ik gretig gebruik van dat advies. Daar denk ik niet over na. Ik wil gewoon weten of Shell inderdaad nu in een nieuwe poging, want ze hebben er al een paar gewaagd in het verleden, of deze nou serieus is, hoe serieus is. En ik hoop eigenlijk haar ook enthousiast te kunnen maken voor die strategie. Want daar heb ik zelf natuurlijk ook wel ideeën over hoe succesvol die kan zijn. Ja, maar als ik het even heel scherp stel, welke uitspraak of welke toezegging of welke verklaring moet voor jou ter tafel komen dat je zegt, kijk, en nou heb ik beet met waar ik hiervoor gekomen ben? Nou, als je het, ik ben toch weer zo'n ingenieur natuurlijk. Shell gaat ervan uit dat op termijn 2050, laten we daar maar over uit, dat ongeveer de helft van de energievoorziening nog altijd olie, kolen en gas is. En de andere helft is duurzaam. Daar kun je over discussiëren. Ik zou willen dat het veel minder olie, kolen en gas was. Maar goed, het zal altijd nog wel een deel zijn. En het lijkt erop alsof Shell zich wil concentreren op dat deel en dan een heel klein beetje duurzaam erbij wil doen. Voor mij is het antwoord op de vraag, ben je serieus met duurzaamheid bezig, pas bevestigend beantwoord als ze zeggen, nee, we gaan ook in dat duurzame deel. Wij zijn in 2050 ook voor 70% een duurzaam energiebedrijf en nog maar voor 30% olie, kolen en gas. Als dat toegezegd wordt, denk ik niet dat de beurskoers omhoog gaat trouwens maandag. Nee, dat is een puntje van aandacht waar we rekening mee moeten houden. Hella, we gaan direct met jou beginnen. Wat ga jij doen? Ja, ik heb er lang over zitten dubben, want ik wist natuurlijk dat Diederik natuurlijk op duurzaamheid zou inzetten. Ik heb hier ook nog een leiderschapsexpert naast me zitten, dus ik dacht, ja, blijft er dan nog over in het leven? En het lijkt me wel leuk om het iets politieker aan te pakken met haar. Wat ik heel fascinerend vind, er komt natuurlijk dadelijk een nieuw kabinet. We hebben die afspraken gemaakt in Parijs. Dat moet dus nu allemaal uitgekristalliseerd worden. Van wat gaan wij doen in Nederland? En een van de dingen waar we het niet over willen hebben, dus we staan graag met een windmolen op de foto en een zonnepaneeltje doet het ook altijd goed. Maar als we het hebben ook over CO2 maar opvangen en opslaan in de grond, verstijft iedereen. En ik wil dus met haar in gesprek over, ze is natuurlijk techneut, dus ik neem een beetje aan dat zij zal zeggen, nou weet je, technisch kunnen wij dit gewoon goed doen. Er zit natuurlijk een heel politiek en emotioneel verhaal aan. We hebben een test gehad in Barendrecht, waar mensen gewoon helemaal panisch waren van die CO2 wil ik hier niet onder mijn huis hebben. Maar wel die vraag aan haar, moeten we die olifant toch uit de kamer gaan halen? Want we moeten wat. Want ik denk dat met de dingen die er nu uitstaan, met het verduurzamen van onze huizen en de auto's, dit is misschien niet genoeg. En dan is natuurlijk ook de vraag of de politiek meer moet doen. En dat zou dan mijn verleiding zijn, of zij echt zou willen zeggen, van, nou, hier faalt de politiek eigenlijk ook een beetje. Wat lobbytechnisch niet de meest briljante uitspraak is. Nee, ik denk ook niet dat ik mijn opdracht ga halen, maar ik ga het toch proberen. Oké. En even, dan weten we ook jouw positie als om CO2 gaat. Ik heb jou een keer horen zeggen, als ze morgen een CO2-tank onder mijn huis willen doen, dat kan technisch zo goed, dat zou ik zo aandurven. Ik heb er geen angst voor. Nee. Okay, weten we welke hoe de wind waait. Maar ik maak me wel zorgen over de CO2-uitstoot. Daar komen we zo op. Meneer Smit, u bent gaat direct als tweede nadat Hella geweest is. 10 minuten, waarom ga jij het aanpakken? Mijn doel is om haar toch te laten zeggen, hoop ik, dat ze zich, laat ik de lat maar extra hoog leggen, hele grote zorgen maakt over de toekomst van Shell. Ja. En ik leg de lat hoog, hè? Ik ben normaal gesproken 3-4 uur in gesprek met mensen, hè, met reconstructies. Als iemand dus even hebt met zijn vermogensbeheerder, kan dat nu, dames en heren. Misschien moeten we dat hele eraf halen. Grote zorgen zou ik ook wel blij mee zijn. Maar dat ze zich grote zorgen maakt over de toekomst van Shell. Goed. Nou, nogmaals, wij zijn niet tegen de lat hoog leggen. Ik ben blij dat jullie het alle drie zo inzetten. Hoog tijd om te beginnen. Hella, zullen we jou meenemen? Kom mee. Ja, is goed.